De Nachtzoen. Ze is docent Nederlands op een VMBO-school in Amsterdam-Oost. Maar daar ligt ze bepaald niet wakker van. En ook niet van haar succes als schrijfster. Toch sluit ze haar dagen met veel meer onrust af dan toen ze nog in het klooster in Parijs zat. Als non moest ze heel hard werken, maar als de duisternis inviel, dan kon ze leeg een schone nacht in met dat ene gebed. Deze Nachtzoen krijgen we van Suzanne van der Schot. Het is zo'n totaal ander leven dan wat we hier nu leven. Wat vooral heel anders is, is je hebt geen televisie, geen radio, nauwelijks kranten. Dus er komen heel weinig impulsen van buitenaf op je af. En dat schept een heleboel ruimte in je hoofd. Ja, ik stel mijn hoofd altijd een beetje voor als een soort spons. En alle gesprekken die ik iedere dag voer en alle dingen die ik meemaak, ja, die sla je toch op een bepaalde manier in je hoofd. En als dat grotendeels wegvalt, dan komt er heel veel ruimte in je hoofd voor andere dingen. En die andere dingen, dat is eigenlijk niks. Dat is de stilte en ruimte en leegte. En dat is op een bepaalde manier heel erg mooi. Dat is heel... Het is echt totaal anders dan het gewone leven wat ik nu leef. En wat we allemaal leven. Die ruimte in je hoofd. En waren de nachten daar dan ook anders? Nou, het bijzondere is dat je... Je hebt in het klooster eigenlijk geen stress. Hè? Je hebt ontzettend veel te doen. De hele dag was van 6 tot 22 volgepland. Met gebedstijden in de kerk, koken in de keuken, studie, werk, van alles. En dan 's avonds nog zangles en weet ik veel wat allemaal. Echt heel druk. Als mensen denken dat je in het klooster niks te doen hebt, daar is niets van waar. Het enige verschil is dat aan het eind van de dag is je dag ook altijd helemaal af. Dan heb je niets meer te doen, staat er niets meer in je agenda. Je hoeft je ook niet af te vragen, wat ga ik morgen nou weer doen? Wat ga ik morgen nou weer eens aantrekken? Zal ik die en die bellen? We moeten nu de hele dag keuzes maken. En dat heb je daar niet. Dus als je 's avonds je bed inrolt, en ik was wel altijd ontzettend moe hoor... Dan is de dag ook gewoon klaar. En dat is, dan heb je de complete gebeden, de dagsluiting, het laatste gebed van de dag. En dat is heel, dan kun je dus heel rustig gaan slapen. Ja, dat heb ik nu heel vaak niet meer.